Op deze plek begint het verhaal van Tot Heil des Volks. Geraakt door de diepe armoede startte dominee Jan de Liefde het werk van onze organisatie door brood en bijbels uit te delen. Bijzonder missionair werk voor prostituees, daklozen, verslaafden, toeristen en kinderen die opgroeien in armoede. Werk dat tot op de dag van vandaag doorgaat. De Wallen, de rosse buurt van Amsterdam. Hier staan honderden vrouwen dagelijks achter het raam om te werken als prostituee. Een groot deel van hen is door geweld, bedrog, chantage of slechte leefomstandigheden in deze situatie terechtgekomen. Al 30 jaar bezoeken de straatwerkers van Scharlakenkoord deze vrouwen. Zij bieden hen hulp, een luisterend oor en perspectief. Second Step is een plek waar ex-prostituees welkom zijn, waar oprecht geluisterd wordt en waar ze hun waardigheid weer kunnen terugvinden. Een plek waar de normale dagelijkse dingen weer belangrijk worden, zoals werkervaring opdoen in de winkel, samenwerken in een team en aandacht voor persoonlijke ontwikkeling. Een plek van hoop en herstel. Kinderarmoede is een steeds groter wordend probleem in Nederland. 1 op de 6 kinderen groeit op in armoede. Het FORT bestrijdt de impact die armoede heeft met langdurige begeleiding, liefdevolle aandacht en een goed doordacht pedagogisch programma, uitgevoerd door professionele medewerkers. Zo geven we kinderen het steuntje in de rug dat ze nodig hebben om van hun leven een succes te maken. Voor nu en later. Want ieder kind heeft recht op een kansrijke toekomst. Jaren gebruik van alcohol of drugs maakt veel kapot. De maatschappelijk werkers van onze Waypoint-vestigingen hebben een passie om jongeren die worstelen met de verslaving te helpen. Een gezond dagritme en werkervaring opdoen in onze winkels helpen hierbij. Want wij geloven dat mensen vrij kunnen komen van verslaving. De Shelter is een rustpunt voor backpackers in het hart van de drukke stad Amsterdam. De liefde en vrijheid die we van Jezus hebben gekregen is leidraad bij alles wat we hier doen. Onze vrijwilligers komen van over de hele wereld. En een jaar lang delen zij hun leven met de bezoekers van de Shelter. Door ons trainingsprogramma leren zij gasten te ontvangen en op een relevante manier hun geloof te delen. Duizenden mensen hebben geen vaste woonplaats in Nederland. Ze zwerven op straat en slapen op de stoep. Bij AHA vinden deze mensen een warme huiskamer, een maaltijd en een luisterend oor. Ook de liefde van Jezus wordt met hen gedeeld. Want wij geloven dat ieder mens door hem gezien wordt. Wil je meer weten over ons werk voor kinderen die opgroeien in armoede, daklozen, verslaafden, prostituees en toeristen? Kom een keer langs in Amsterdam of bezoek onze website.